Michelle, ik ben 17 jaar en ik heb gekozen voor de opleiding Green Tech. Ik had geen idee wat ik moest gaan doen, dus ik heb een interesse-test gedaan. Maar mijn interesses waren zeer verspreid. Ik ben naar open dagen geweest, ik heb naar de opleiding patisserie gekeken, bouwkunde en bloemschikken, omdat mijn leraar vond dat ik daar zeer getalenteerd in was. Als je bloemschikken kiest, ben je de hele dag bezig met bloemen, met stukjes maken. En met Green Tech, het is zo gevarieerd, van planten tot de techniek. Ik heb 2 stageperiodes. De eerste stageperiode heb ik techniek gedaan. Dat kan verschillen vanaf problemen met water tot vloeistof bijvullen in accu's. Met water ben je ook met pneumatiek bezig, dus met luchtdruk of met elektriciteit. Het hangt allemaal samen. Je moet van alles wel wat weten. De tweede stage is de teeltafdeling. En daar leer je om te kijken hoe je naar planten moet kijken, hoe je ze moet verzorgen, wat ze nodig hebben om te kunnen groeien. Om de plant te worden die ze moeten zijn. Hele goede vraag. Het was voor mij een redelijk makkelijke keuze, omdat ik als klein kind opgegroeid ben op het tuinbouwbedrijf van mijn vader. Daardoor was het voor mij voor de hand liggend dat ik een tuinbouwopleiding zou gaan doen. Via het bedrijf van mijn vader ben ik terechtgekomen hier bij Florensis. Heb hier een prachtige uitdagende baan als productiemanager locatie van Hendrik de Wambacht. Mijn tip is om veel te communiceren met je ouders. Zij hebben het beste met je voor en willen graag dat jij een goede opleiding kiest voor later. Wat ik belangrijk vind is met mijn handen werken en een goede baangarantie. Ik zou graag bij mijn vader in de installatietechniek verder willen. Hij heeft zijn eigen bedrijf. Misschien dat ik nog een extra opleiding tijdens mijn werk volg, maar daar ben ik nog niet helemaal uit.